Deze steen heet apofliet met stilbiet. Het is een samengroei van twee verschillende steensoorten en het is een ideale steen die wij kunnen gebruiken in de ruimte. Je zal dan ook merken dat dit duidelijk een familiesteen is die heel veel te brengen heeft in een gezin met jonge kinderen of eventuele puurs. Hij zorgt er dan ook voor dat we wat beter gaan praten met elkaar, maar ook beter gaan luisteren naar elkaar. Dat we beter op elkaar kunnen afstemmen en dat we daardoor ook meer begrip krijgen naar elkaar toe. Hij zorgt er eigenlijk voor dat de harmonie in het gezin weer terugkeert en dat wij dingen duidelijk gaan maken voor elkaar wat wij voelen en hoe wij erover denken. Maar behalve dat is het ook typisch een steen van deze tijd. Maar dan heb ik het over de nieuwe tijdskinderen. Nieuwe tijdskinderen hebben heel veel moeite met de aarde, heel veel moeite met de structuren die in een gezin zitten, maar ook in de maatschappij. En juist voor dit soort kinderen zijn dit soort stenen heel erg goed. Hij zorgt ervoor dat die kinderen duidelijkheid krijgen in wat de bedoeling is en hoe ze het kunnen aanpakken. Maar ook dat ze leren zich te openen naar de ouders toe, zodat er meer begrip kan komen en meer duidelijkheid. Je ziet dus al duidelijk ook een steen van deze tijd, die vooral de nieuwe tijdskinderen nodig hebben, omdat er toch al zoveel chaos om hen heen is en zoveel dingen niet duidelijk zijn. Dus heb je zo'n kind wat heel veel moeite heeft met de wereld, heel veel moeite heeft om zich kenbaar te maken, of juist een kind wat heel gesloten is dit duidelijk een steen die jij kan gebruiken.